Hier zien we een stuk akkerwei met akkerkruiden. Dat is een bloemenwei die vooral uit eenjarigen bestaat. En dat heb ik hier al één of twee keer ingezaaid de laatste drie, vier jaar. Fijnstraal, toortsen, resida, wauw heet die in het Nederlands. Dat is echt een mooie afwisseling van vlinder- en bijenplanten die eigenlijk vanzelf zijn ontstaan. Maar wel omdat er wilde planten in de buurt waren die zich hebben kunnen uitzaaien op deze plek. Want dit is over een paar weken is dit allemaal uitgebloeid. En dat is wel leuk als je dan met zonnehoed en rudbeckia en dat soort dingen de bloei wat langer rekt. Wat heel goed is voor vlinders en bijen. Ook al zijn het dan geen wilde planten, maar het zijn wel planten die toch belangrijk kunnen zijn voor de natuur. Hier hebben we bloemenweidjes. Ze beginnen een beetje te vergrassen, maar die planten beginnen nu wel weer even er doorheen te komen. Hier zie je Zwolse anjer, geel walstro. Kijk, deze bloemenwei is nu al 6 jaar oud. Hier maai ik eigenlijk alleen maar in de herfst. Het is redelijk verarmd. Ik heb hier wel ratelaar tussen gezet. Dit plantje dat is eenjarig en die parasiteert op gras. Dus die onderdrukt het gras. Dus dan zie je ook dat het gras daar een stuk minder is, minder aanwezig is. En dat plantje dat helpt dus om die andere planten, net zoals hier het knoopkruid en de marjolein en de geranium en grote centauri, om die te helpen tussen het gras te kunnen overleven en zich voor te planten. Er staan heel veel slangenkruiden in. Slangenkruid trekt heel veel insecten aan altijd. Hier kun je een hommel zien. Blauwe, dat trekt het meeste insecten altijd. Ook een makkelijke plant voor in de tuin. Dan zaait zich ook lekker uit in de buurt. Dus van belang is eigenlijk om zoveel mogelijk soort wilde planten te zaaien en te planten die inheems zijn. Die van nature in Nederland naar voorkomen of die inheems gerekend worden. En dat kun je dan bijvoorbeeld via de Kruidhoek of via de Bolderik. Dat zijn mensen die echte zaden hebben die uit Nederland komen en die vanaf het begin al die zaden verzameld hebben. Dan weet je zeker dat je inheemse soort hebt. Ja, dit project hebben we 5 jaar geleden mee aangelegd samen met de bewoners. Hier hebben we een mooie bloemenwei ingezaaid met een bijenmengsel van de Kruidhoek en één. Met heel veel soorten bloeiende planten erin, met heel veel diversiteit ook aan planten. Dus al die planten die hebben weer een bepaalde functie voor bepaalde insecten. En het ziet er ook nog heel mooi uit. Ja, hier hebben we Sint-Janskruid. Daar kun je ook olie van maken. Die bloeit rond de langste dag. Hier hebben we ereprijs, lange ereprijs. Heel mooi blauw. Doet het ook hartstikke mooi op de vaas als je hem in een vaas wil zetten. En het trekt heel veel insecten aan. Hier zit er een bij op. Hier hebben we knoopkruid. Sterke wilde plant. Die kan ook nog wel een beetje gras verdragen. Daar komt hij nog wel doorheen. Wilde margrieten. Die zijn op retour. Die zijn nu zo'n beetje uitgebloeid. Hier hebben we nog rolklaver. Hele mooie plant. Ook heel goed voor insecten. Beemdkroon, die is nu net uitgebloeid zo'n beetje. Dus tot nu toe heeft hij het hartstikke mooi in bloei gestaan. Het zijn de laatste bloemetjes. Als je dit nu gaat maaien, heb je wel kans dat hij later in het jaar nog een keer bloeit. Hier hebben we kaasjeskruid. En er is altijd een overweging van door die overbemesting zijn de mensen vaak heel erg bang dat het te rijk wordt. En dan wordt alles maar gemaaid en afgevoerd. Maar eigenlijk moet je dus sommige stukken laten staan. En als je gaat maaien moet je het eigenlijk niet gelijk afvoeren. Moet je het eigenlijk een paar dagen laten liggen. Zeker als het zo'n bloemrijk is als dit. Want dan kunnen die zaden eruit vallen. En dan pas afvoeren. Maar wat meestal gebeurt, omdat het goedkoper is, wordt er gemaaid, opgezogen, gelijk afgevoerd. Ja, dan ben je al je insecten, al je amfibieën, alles gaat in één keer mee, alles in één keer kwijt. Als je dan alles wegmaait, hou je er helemaal niks over. En als je dan geforceerd doet, dan blijven er in ieder geval een paar plekken over waar dan in ieder geval die planten nog
nut hebben voor de insecten om hun te helpen de winter door te komen en zich voor te kunnen planten. Hier staat ook boerenwormkruid tussen, dat gaat straks helemaal geel bloeien nog. Hier staat wilde marjolein, ook een hele goede insectenplant. En een kruid. En hier staat een veldje met wilde peen. Wilde peen trekt ook altijd heel veel insecten aan, het wordt echt gewoon een groot bloemscherm. Er komen straks ook heel veel insecten op af. Daar, die salvia, dat is een goede insectenplant. Die. Waar die hommel op zit. Dat is helenium. Kijk, de wilde planten die zijn dadelijk over een paar weken uitgebloeid. Grotendeels. En deze, die beginnen net. En die rekken het dan nog een tijd.